Metro Exodus is uitgesteld. De game van THQ Nordic, Deep Silver en 4A Games die vorig jaar glorieus onthuld werd op de Xbox One persconferentie, gaat dit jaar niet meer halen. Nee, hij gaat door naar het eerste kwartaal van 2019. Dat heeft THQ Nordic vandaag bekendgemaakt en daarbij komt ook een mooie onthulling. Ze gaan namelijk op de E3 wel aanwezig zijn met een nieuwe gameplay trailer. Peter, Metro Exodus, wat doet het met je? Heel veel. Ik was vorig jaar op de E3 samen met jou trouwens. Ja, ik was bij. De gameplay demo gezien op de Xbox One X. Om hem zeg maar te tonen wat de Xbox One X kon. En wij geloofden die gameplay demo niet. Zo mooi. We kregen gewoon een Watch Dogs 1 idee. Maar ja, wat hebben ze wel gedaan daarmee? Ze hebben er wel voor gezorgd dat ik heel erg veel zin heb in deze game. Ja, wat we daar sowieso allemaal zagen in die gameplay was ook echt best wel bizar. Het is, voor de mensen die niet weten, Metro is natuurlijk een post-apocalyptische novel uit Rusland en dergelijke. En daar gaan ze dus nu op voorborduren met games. Exodus is inmiddels alweer de derde of vierde game, als ik het goed heb. De derde dus. Na 233 en Last Light. Een beetje reboot-achtig. Ze komen weer terug op de serie. Het is nu veel meer open. Het is daar out in die open en je moet daar proberen te overleven. En nou ja, goed, ja, het is eigenlijk Fallout, maar dan in een hele goede shooter, want het was ook een hele goede shooter waar kogels schaars waren, waar geld was ook kogels. Die kogels waren ook je geld. Je moest continu keuzes maken van waar kies ik voor? Ga ik een nieuwe upgrade kopen? Maar ja, dat kost me wel weer kogels, et cetera. Metro Exodus, de draw distances in de gameplay demo, ongelooflijk. Ik heb ook heel veel zin in de E3 demo, maar het lijkt me daardoor ook wel, zeker nu THQ Nordic daar gewoon verantwoordelijk voor is en toch wel een beetje een nieuw kid aan de blok is, dat de druk... Ze hebben de druk ook wel echt mega groot gemaakt voor zichzelf door die demo trailer te laten zien. Er is bijna niemand die dacht van, oh, dit is waar. Als je die beelden zag, had je niet zoiets van, oh, natuurlijk draait dit op je console. Echt iedereen had zoiets van, ja, er staat waarschijnlijk een NASA-PC onder dat podium te ronken. En zelfs dan nog. Het was echt zo mooi en... Ja, de animaties ook. Jij had het notabene in de podcast een tijdje terug al over het feit dat die beer, die valt je op een gegeven moment aan en die gaat een soort van... Geleidelijk aan valt hij in een afgrond dat je denkt van, maar is dat scripted of... En hoe is dat zelfs, al is het scripted, zelfs dan is het nog steeds mind-blowing. Ja, dus ze hebben de pressure goed opgevoerd. THQ Nordic, jullie zijn een nieuwe ontwikkelaar. Als jullie dit, of een nieuwe uitgever, als jullie dit lukt om dit te maken, neem je tijd. Al is Q1 2019 nog te vroeg, stel het uit tot het einde van het jaar van 2019. Maakt mij niet uit, maar de druk is hoog. Ik hoop dat ze kunnen waarmaken. Ja, Q1 2019 zou ik ook zeggen dat het zelfs nu nog een beetje te vroeg is met de hoeveelheid informatie die we hebben. En goed, we weten dan wel dat er op de E3 dus meer gameplay te zien is. Dan hopen we maar dat dat een beetje in kan dekken wat er nou uiteindelijk allemaal te zien is in die game. Ja, check vanaf 10 juni gamers.nl elke dag voor al het nieuws vanaf de E3 in Los Angeles. Wij zijn er ook zelf bij. We maken heel veel nieuwsitems, ook vanaf hier GNHQ. En daarna komt Gamescom heel snel, daar gaan we de game spelen. Yes. Heel veel meer van Metro Exodus, misschien sneller dan je denkt.